Zo. Dus de bedoeling is dus eigenlijk dat hij de buggy is omgevallen. Dus zit in de buggy. De buggy is niet meer zo goed van kwaliteit, waarom niet? Ik zal het even laten zien. Dus dit is helemaal los. Hoe dat we dat moeten maken, weet ik niet. Dus is dat jouw baby? Ben je de papa? Ben je papa van Caramel? Ben je de papa van Caramel? Daag. Daag. Papa. Heeft hij een luier aan? Heeft hij die aangedaan? Mijn petekind. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Dus ze is echt een baby geworden, een Caramel. En dan gaan we wandelen met de baby. Tot morgen. Daag. Daag. Grappig gedaan eigenlijk. Dat is zo fantasie van de kinderen. Dat is altijd leuk om mee te gaan. Zo'n pampers waar het toch niet in kan, dat vind ik ook niet erg. Ik hou er ook altijd wel rekening mee. Dus dat is geen verloren pamper of zo. Ik kan er gewoon niet in. Dus daarmee dat we dat ook hebben gedaan. Dus het is hier dus ook wel aan het regenen. Dus, en is het dus echt een eerbeestje. Kijk, is het hem. Het eerbeestje zit hier. En ja. Het is echt bewolkt dat je kan zien. Dus komt zijn mama zich hem halen. Dus. Het is natuurlijk wel grappig eigenlijk dat hij daar een pamper is. En zo heeft hij nog niet de pamper gedaan. Het is een haai, dus ja. Het is schattig eigenlijk hè, dat je gewoon met een Caramel zo leuke dingen kunt doen. Ik ben eens benieuwd of ze de vullenbak hebben leeggemaakt. Als het nu zo is, is het ook zo. Maar ik ga even eens kijken. Ik heb het wat meegemaakt. Ze hebben mijn vullenbak leeggemaakt zonder dat ik er iets op geplakt heb. Eigenlijk wel cool eigenlijk, ja. Ja, ik vond mijn stickers niet, dus ik heb die gewoon zo buiten en blijkbaar werkt dat dus ook. Nou ja, voordeel hè. Of zo. Weer energie. Wat gaan we daar doen? We gaan daar een meisje ontmoeten. Dat wordt heel leuk, eigenlijk. Dus dat gaan we eventjes doen. Dus ja, dat is een beetje wat de bedoeling is eigenlijk. Dus dat komt helemaal goed. En, wel, kijk er naar uit natuurlijk hè, om haar te ontmoeten. Hier nu neer op een bankje. En nu is aan het wachten tot ik die wedstrijd moet kopen. Ik heb een sms gestuurd, dus ben ik benieuwd. Dan komen die normaal naar hier. Dan zit ik op de lijst zit. Zo, we zitten in de auto. En achter mij zit mijn zus. Hallo. Hoenda. Alles goed, zit er nog in leven? Ja hoor, ik ga vast. En mijn andere zus is aan het tanken. Die is aan het tanken daar. Die zit daar tanken. Dat kun je niet zo goed zien, maar die is aan het tanken. Dus, maar die komt straks tot hier. Hè. En mijn tante die staat aan die kant. Ik heb ze tijdelijk gevonden. Ik ben alleen. Oh my wow, ik was serieus. Hier nu deze mooie stoel. Deze stoel. Gewoon prachtig. Zo. We zijn weer veranderd van plaats. Oh, hier is de rekening. Ja, wel. Ze hebben net gebracht. Ik heb heel Vond je dit een leuke video? Dan zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer.